maar volg maar gewoon Vicky, dan komt het helemaal goed. Terwijl de verkiezingen eigenlijk een belangrijk thema zijn en de economie nog steeds kraakt in zijn voegen, zijn ze in Zwolle bezig met hele andere dingen. Namelijk een hondenwandeling met daarbij een blafcursus. Ja, dan vraag je toch af wat dat is. Ines, kom er eens even bij. Ines, jij organiseert dit. Wat houdt dit allemaal in? Ja, nee, we hebben vandaag staat Zwolle in de teken van de hondenhoofdstad van Nederland. Want normaal gesproken is er eigenlijk geen hond in de Zwolse binnenstad te zien. Maar vanavond zetten we de hond centraal. Met een speciaal concert van de Bijenier van de Peperbus. En de hondjes krijgen dadelijk een blafworkshop. En alles om Woestok Festival 22 september te promoten. Dan hoef je volgens mij een hond veel te leren, maar blaffen doen ze vanzelf toch? Ja, maar je schijnt tenoren en bassen te hebben onder de honden. Dat gaan we vandaag uitvogelen. Waar zit het talent? En daar draait het ook bij het hele Woestok Festival om. Waar zit nou eigenlijk het talent van je hond? Hè? Honden zijn heel vaak de verborgen helden van de maatschappij. Die kunnen blinden geleiden, kunnen rampen, mensen uit rampengebieden houden. Daar hebben ze talent voor nodig. Dit is niet echt een nuttig talent, maar wel een heel leuk talent. Een leuk talent. Er doen heel veel honden mee. En een en ander wordt aan elkaar gepraat door een meneer die daar heel veel verstand van heeft. Namelijk een groot hondenliefhebber zelf, Peter Vader, stadsomroeper. En in deze dus gewoon gids voor de honden? Ja, ik ben de hondengids van Zwolle. Wat doe je vandaag precies? Ik ben met Vicky op zoek naar de roots van zijn voorvaderen in Zwolle. En heel veel mensen met hond achter je aan? Ja, die zijn er allemaal heel erg benieuwd naar. En dat kan ik ook begrijpen, want het is de hond van oma Bert. Dat is de enige walvisvader die Zwolle rijk is geweest. Ja, wie wil dat niet weten, zou ik zeggen. Jullie gaan bij het graf kijken en er wordt op dit moment vanuit de Peperbus gespeeld. In de hoop dat daar de honden op gaan reageren. De honden mogen nu even luisteren. En er wordt straks het liedje Pussy Mau gespeeld. En daar krijgen ze straks ook nog een zangworkshop. Er wordt nog door bij de verhalenboot een verhaal voor ze verteld. We gaan het graf bezoeken. En we gaan bij de tolpoort. De tolpoort waar honden vroeger werden toegelaten. Als hond zou je zeggen, dat kun je niet missen vandaag. Dat mag je niet missen gewoon. Ik ga eens even vragen aan de baasjes waarom die daar aan meedoen. Zit hier een mevrouw naast een prachtige witte hond. Ja, de hond is dan niet zoveel praten. Maar mevrouw, waarom nou deze wandeling meedoen? Ja, wel leuk. Weer eens wat anders. Gewoon andere cultuur, historie van Zwolle leren kennen. En lekker met je beest bezig. Dus helemaal goed. U geniet nu al? Ik geniet nu al, ja. Kijk, dat is helemaal goed. We gaan nog even naar een andere mevrouw toe. Ik kom er om je heen lopen, Gerard. Ik zie je mevrouw ook hier zitten. Hondje mooi ervoor. Ja, hoor. Wat brengt u ertoe om dit mee te doen? Nou, ik vind het gewoon leuk. Voor de hond en voor de hond, omdat ze met de andere honden kunnen spelen. Ja, zij is wel erg sociaal, hoor. Maar ik vind het wel leuk om, om haar, maar ze is nu 2. Dus gezellig mee te doen. Onvergetelijke avond voor baasje en hond? Ja, ik denk het wel, ja. Een onvergetelijke avond voor baasje en hond die hier de hele avond gaat duren. Zijn we helaas niet de hele avond bij, maar ja, volgens mij is het op voorhand al een uniek gebeuren. Prima, hè? Ties, hè? Oh, mooi, hè?